Hij kwam vanaf een vijfde positie, maar op de afsluitende 1000 meter stelde Stefan Groothuis zijn wereldtitel veilig. Nederlands record! Hij zet de standaard. Ja. De eerste wereldtitel voor de man voor wie het in het verleden altijd net niet was. Ja, zeker. Ja. Het ging een paar keer mis op het moment dat ik dacht dat het kon en dat ik het wou. En dat ik ook goed genoeg was om die prijs te winnen eerder. En om verschillende redenen. En eindelijk klopt het dan allemaal wel en lukt het nu wel. In Voorst is iedereen trots op de nieuwe wereldkampioen. Vanmorgen hier eerste actie allemaal. Het hele college heeft het allemaal gezien. En we zijn ontzettend trots op Stefan. Dan sta je echt te springen, dan gaat het dak eraf. Op onze oude dag staan we dan te dansen. Groothuis keert morgen terug in Nederland. En voor morgenavond staat een huldiging in Voorst gepland.